Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken en luisteren naar een nieuwe video over de Giro Italia 2022. In deze aflevering ga ik etappe 11 voor jullie uitgebreid bespreken. De eerste 100 kilometer werd gereden op dezelfde weg in één rechte lijn naar Bologna. In de laatste ongeveer 100 kilometer waren er nog kans op waaiers, ze hebben het ook geprobeerd. Maar de echte waaierpogingen bleven uit. Het belangrijkste was uh, pers niet per het waaiegewaar zelf, maar de nervositeit daarvoor die eventuele schade zou uh, aan kunnen brengen, bijvoorbeeld valpartijen. Of gaten in het, uh, achteraan in het peloton konden ontstaan. Verder zagen we ook nog een aanval van Drieste Bond. Na de waaiers die er dus niet kwamen, besloot hij op avontuur te gaan. Dat avontuur duurde best wel lang, rond de 60 kilometer. Hij werd uh, pas uh, teruggepakt met nog 2 kilometer te gaan. In de aanloop naar de sprint, met nog ongeveer 5 kilometer te gaan, zaten veel klasse -mensen, ploegen goed gepositioneerd, zoals Ineos... Op 1100 meter nam FDC de uh, goede controle. Maar rond de 500 meter waar, ja, was die controle bij FTC er niet meer echt. Uh, Guanieri kon niet echt heel veel doen in deze sprint voor Demar. Dus moest Demar heel erg vroeg aangaan. Ik had ook wel het idee dat hij echt heel vroeg aanging. Gaviria zat op het wiel van Demar. Gaviria wrong zich uiteindelijk los van uh, zijn wiel en kwam over Demar heen. Toen leek het dat Gaviria de etappe ging winnen. Maar uit een uh, duveltje, uit het doosje, was daar uh, Alberto Danese Die uit het uh, slipstream kwam van Gaviria. En zo wist hij de elfde. Etappen te winnen voor Caviria en voor der, uh, Consoni. Consoni wordt uiteindelijk derde, de Mar wordt vierde, Youn vijfde, zesde Cavendish, zevende Edward Teuns, achtste Sacha Molo, negende Phil Bauhaus en tiende Lorenz Naasen. Ik had het gisteren al even over Binian, dat hij zijn uh, linker oog had geblesseerd toen hij de keur losmaakte van uh, de champagnefles. Toen bleek dat hij naar het ziekenhuis was gegaan. En we zagen hem met een ooglapje. Dinsdagavond uh, rond 8 uur zag ik dat uh, bericht op uh, Twitter. Iemand uh, deelde dat, iemand postte dat. Want op dat moment kwam hij het ziekenhuis uh, weer uit. Dus was het maar uh, de vraag of hij in deze etappe zou opstappen. Opsta uh, en ze brachten gisteren, uh, gisterenochtend een video naar buiten waarin uh, Binjam iedereen uh, bedankte voor alle steun enzovoort. Uiteindelijk zei hij dat hij uh, moet rusten. Hij leek er behoorlijk positief over te zijn. Natuurlijk is hij ook wel een beetje verdrietig omdat hij in de elfde etappe niet meer opstapte. En het natuurlijk door een hele lullige manier, uh, manier gebeurt. Niet door een valpartij of zo, maar gewoon omdat je ja, zelf een uh, kurk in je ogen uh, schiet uiteindelijk. Ja, hopelijk in ieder geval gaat zijn herstel voorspoedig. En uh, gaan we hem uh, hopelijk snel ook weer uh, in uh, de eerste beste koers uh, zien. En uh, ja, ik hoop toch wel een beetje dat hij uh, gaat starten in uh, de Tour de France. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Mocht je nou genoten hebben, doe dan zeker even de blauw duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan ook even hier beneden. Als je dat nog niet had gedaan, dat zou ik in ieder geval erg waarderen. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan ga ik etappe 12 voor jullie uitgebreid bespreken. Hopelijk zijn jullie er dan ook bij. Tot de volgende video. Laters.